Ja, daar zijn we weer online. Nou, goeiedag, welkom bij de Beunhazen. Nou ja, Beunhazen, nou, zulke hoge sprongen maken ook weer niet hoor. Maar we gaan het eens even omgekeerd doen, had ik gedacht. Omgekeerd? Dus, ja, omgekeerd in zoverre. Ik zet eventjes op escape menu en dan haak ik eens eventjes de meldingen erbij dan. Want ik heb dus best wel goede berichten over TikTok. De shorts, zogezegd. Daar wordt nog eens flink gekeken. Goed zo. Ja, okay. We hadden een filmpje gemaakt over dat er een bal in een of andere truck moest passen. En dat zou niet passen en toch moest het passen. Mm-hmm. Die staat al op. Ja, je hebt hem gezien zeker? Nee, ik weet waar je het over hebt. Oké. Okay. Over dat gemompel van mij. Die staat ondertussen op 9490. Zo. Dus bijna 10.000 keer gezien. Dan komt er eentje achteraan van dat ik met balen ga rijden en er rollen twee balen af. Die heb ik ook gezien. Bijna 5.000. Zo. Dan is er nog een vrachtwagen op zijn kant gegaan. Nee. Nee. Die nee, gaan bijna nou, ik zou het anders zeggen, 3.369. Dus niet slecht. Dat is en dan hebben we hem nog op zijn wielen gezet en die zit tegen 1.000 aan. Oh ja. En is er nog eentje met een shovel door het gewas gereden? Nee. 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 3.453. Jij zeker weer? Nee, ik doe nooit iets. Nee. Heb ik nog een feitje. Een poosje terug ging er nog een of andere trekker over een muur van een kuilbeeld. Oh ja, dat was een goede chauffeur, ja. 2.343. Ja. Wie was dat dan, die chauffeur? Nee. Wat ook een hele goeie vind. Eventjes, die is ondertussen weer flink opgelopen met een combine en een aanhanger met een maaibalk erachter erin. De wasstraat rijden. Oh ja. Die staat ondertussen op 25,4k. Zo. De grootste flauwekul doet het beste. Ja. Ja, ik zit zo maar te scrollen tussendoor al die rommel. Ik denk van, ja joh. Nou ja, nog een veel grotere. Is het lossen in een keeper die niet wil lossen. Van suikerbieten. Oh ja. 71,2k. Zo. Of het niks is. Wow. Waarom staat hier een pellet tomaten? Wie heeft die willen jatten dan? Geen idee. Jij? Ja. Ga ik nog even door met een paar. Gewoon de shorts op YouTube zelf. Dat is een beetje rond de 500 al een keer. Dus dat is ook niet slecht. Nee. En we zitten ondertussen op 170 abonnees. Zo. Dus die willen alvast mij even bedanken. Zo. En dan, degene die erbij zitten, die kijken en nog niks hebben gedaan, graag eens een keer liken en abonneren nog eens. Ja, leuk. En dan geven ze reacties. Ja, en geven ze reacties, dan komen we ook verder. Ik denk, dat moeten we van tevoren vermelden. In plaats van achteraf, want dat schiet niet op. Nee, gaat er en ik dacht, ook de bus. Ondertussen wat doen. Jij gaat ondertussen doen, ja maar goed. Ik was ondertussen klaar met mijn betoog. Ja, maar dat geeft niet. Ik dacht... We kunnen ondertussen een beetje kijken. Ja. Nee, maar rij je aan Jean-Peter de overhoop? Dat was weer aan zijn short. Ja. Dat kunnen we er misschien wel maken. Ik had enkel beeld nog niet helemaal op staan. Ik stond nog op escape menu. Nou. Ik moest eventjes terug nog dit recht zetten. Kijk. Hup. Ik ben weer compleet. Nou, we gaan van start. We waren al begonnen, maar we gaan echt wat doen. Gaat hij nou weer doen? Gaat hij weer wat pakken om dat ding erin te zetten? Doe het gewoon zo. Oh. Huppakee. Ja, precies. Huppakee. Zal ik eens even zomaar een paar veldjes bemesten? Wat gebeurt hier nou weer? Zo, die staat binnen. Doe even de bak verwisselen. Dan gaan we even een keer die rommel hier ook eens een keer opruimen. Want... Oh ja. Hoe doe je dat? Oh, volgens mij moet je dan gewoon op E drukken en dan op W. En dan gewoon zo...
weglopen. Ja, ja, je bent weer een mooie, jij. Gaan we beginnen? Altijd dezelfde. Ja. Oh, 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 oh. Waar is de bak eigenlijk? Bij de B van bakken. Ik kan eigenlijk echt nog eens een keer zo'n knijtersgrote bak hebben. Rij je nou gewoon? Ja. Ik doe niks. Vergeet je zwaailichten niet, vooral niet. Ja, pas op, ik heb wel de tomaten bij. Is het ondertussen tomatensap of is het nog steeds... Ik weet het niet, moet kijken. Nee, het zijn nog steeds tomaten. Oh, anders is het misschien wel meer waard geworden. Ja, misschien wel, ja. Verkocht. 2 euro. Hey, je gaat weer heel erg hard overheen dan. Dan rij je zo hard naar 2 tomaten eruit rollen zeker. Ja. En die pijls die lossen heel traag. Oh. Dan moet dat nog een keer veranderen, hè? Ja. Yeah. Is dat er wat? De pijls gaan... De pelletvorken gaan door de grond heen. Oh, leuk. Ik hoor de tuut achter mij of zo. Oh ja. Ik reed even met die kunstbestrooier hier langs. Ik zie hier ook die... doen dan? Ik wou even een ventje bemesten gaan doen. Oh ja. Maar ik zie maar hier ook nog machines. Weet je, ik ga dat ding zo wel eens aanzetten met hulp van jullie. Welk ding? Ja, cultiveren, trays maken, weet ik veel. Ik kan oh zo. Nou ja, dan laat ik het gewoon staan voor jou. Zou ik ons wel aangezet hebben? Ik moet het ook leren. Ja, nou, ja moeten. Je moet zo niet anders. Zo moeilijk is dat niet hoor. Ik ken het zelfs. Hoe handig zo'n bus. Even zien, veld 8 ging ik doen. Rondje bemesten, in ieder geval was alvast geld verdiend voor vandaag. Hè? Ja. Kan dat überhaupt wel bij dit veld? Wat? Dat ik die weg erin gemaakt heb. Die weg erin gemaakt heb? Jawel, die is apart aangemaakt. Oké, hoe doe je dat? Wat wil je doen? Vraag, zeg het eens. Ik wil cultiveren. Jij wil cultiveren. Nou, dan ga je naar je andere menu. Escape menu? Ja. Yes. Escape menu? Die of die? Ja, nee. Die ja. En die staat er al. Dan klik je dat klus aanmaken er aan. Oh ja. Nee, ik ben verkeerd. Ik kan alleen maar draw custom field doen. Moet ik dat iets doen? Auto drive? Nee, moet je hem even... Nee, je moet echt even opnieuw doen. Daar gaat hij. Ja, en dan weer die? Ja. Oh ja, klus maken. Veldwerk? Nee, verder. Verder? SP. Veldwerk moet je hebben. Deze is oh ja. Ja, die. Dan pak je de bovenste. Oh ja, hij pakt hem al. Ja, omdat je erin staat. Ja. Dan klik je aan. Ja. En dan ga je met je... Ja. En dan zet je hem op, dan zet je hem op het punt waar je wil beginnen. Ja, hier ergens waar die staat. Ja, dat maakt niet uit. Dat is goed. Klik maar. En dan pak je die andere, die onderste. Ja. Die? Ja, dat maakt niet uit waar je... Moet je wel even 2 keer doen. Want anders... Oh nee, dan ga je naar de SP course onderin helemaal. Oh ja, juist. En dan kun je zelf bepalen wat je wil doen. Hoeveel banen je eromheen wil hebben. Oh, Intakkers. Ja. Ik doe meestal met die cultivator iets van 2 of 3. Omdat je dan meer ruimte overhoudt voor je zaaier als je de vak achteraan zet. En je draaien ook. Zeker als je dan op een gegeven moment met het veld rechte banen gaat rijden, heeft hij genoeg ruimte om zijn slag te maken. Ja. Dat is waar. Nou, en de rest is allemaal, staat allemaal goed. Daar hoef je niet naar te kijken. Ik had wel de hoeken op gelijk gezet in plaats van rond.
Dus ik doe ze altijd scherp. Of scherp, ja, dat kan ook wel, ja. Ik weet niet precies, niet dat hij geen rondjes draait, maar gewoon haaks in de hoek omsteekt. Ja. Scherp. Scherp, nee, scherp, ja. En dan baan, dat ja. Baan, veldwerkbaan, geen die andere. Nee. Andere, terug. Ja, maar hij heeft hem, kijk. Oh, oké, okay, dan is het goed. Ja, dan kun je... Ja, dan die koers sluiten. En starten, ja. Ja. En dan ga je... En dan, als het goed is, gaat het zometeen... moet je even terug gaan. Ja, dan gaat hij vanaf voren van beginnen. Oh, hij gaat hem even eruit rijden. Dus dan staat mijn dus in de weg. Maar nu heeft hij een probleem, die pannenkoek. Want nu is die cultivator kapot. Ja, dat komt vanzelf goed. Zou het? Als het, goed, als het niet lukt, kun je hem gewoon repareren. Ga je terug, staat die route gewoon nog erin. Want die is geselecteerd op ja. Die cultivator. Oh ja. Gewoon omdat het kan. Ja. Soms duurt het even. En soms gaat het echt gewoon met niks. Ja. Gaat mis. Gaat natuurlijk grandioos mis hier. Komt heel die cultivator aan poep. Ja, die moet je gewoon even repareren, ja. 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 Dus nu trap ik hem eraf. Ja, man. Nou, terugkomt, dan kun je gewoon op je schermpje gelijk op start drukken en dan gaat hij. Ja. In dit soort gevallen vind ik het jammer dat dat ding het niet doet, die ja. Bus. Ja, ook. Dan moet je alleen even, hoe heet dat? Even je andere scherm erom zetten. Opzetten. Voor je cosplay. Oh ja, maar ik weet niet meer precies. Delete. Volgens mij is dat oh, ja. Ook gewoon. Yes. En dan kun je dadelijk op dat pijltje drukken, die je ziet staan. Ja. Dan hoef je niet helemaal weer naar je escape menu. Oh, dus stel je wel doet, dan kun je gewoon op klus starten doen, dan gaat hij gelijk beginnen. Ja, kan ook. Het kan. Hoeft niet. Het ja. Kan. Kennen kunnen kan het doen. Oh, niks opgeruimd. Tuurlijk. Kan hij wel. Zelfs aangevogen. Shit, ja. Ja, jaren gedaan hè, chauffeur rijden. Hoe is dat het? Dat is niet gek. Nee. Ja, jammer van die cultivator. Anders moeten we gewoon een keer gaan zoeken naar een cultivator in de mod-up of in de mods ergens en gewoon een andere erin zetten. Ja, want, voor ons en uw gemak. Yes. Ik krijg ook regelmatig de vragen bij die TikTok dan hoofdzakelijk. Want dan heb ik wel reacties van waar is die mod? Waar komt dat vandaan? Oh, grappig. Oh. Ja, ja. Maar ja, goed. Wat zeg je dan? Privé. Het is een standaard mod, maar wij hebben hem zelf verbouwd. Ja. Of dat het gewoon privé is, dat ik ook wel eens geluk tussen, ja. Dat is allemaal mogelijk. Ja, dat zeker. Wat doe je, gast? Waar komt die chauffeur vandaan? Hebben we daar nou twee staan? Ja. Een groot en een kleintje. Ja, volgens mij zijn... Oh ja. Zijn het allebei dezelfde? Nee. Volgens mij niet. Nee. Eén kleintje die we bij de bomen hadden gekocht. En een grote ja, die hebben we laatst aangeschaft. Ik weet niet wat deze... Oh, gewoon laten gaan. Maar of Kees allemaal aan het doen is. Volgens mij slaat hij de buitenste wendtakker om en dan gaat hij de tweede doen. Je moet bij het beginpunt, je moet even dat veranderen. Dat dichtstbijzijnde moet je even veranderen in eerste startpunt. Ja, in dat schermpje. In dat schermpje.
Nee, dat is de verkeerde. Nee, ja. Juist. En nou kun je hem gewoon weer op start drukken. Kost dat moeite? Ah, ja, maar dan klapt hij weer in. Ja, maar dan gaat hij eerst naar zijn startpunt. En als hij dan daar is, dan klapt hij weer uit. Kijk eens hoe netjes hij hem zelf inklapt. Ja. Ja, de eerste keer, ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb de vorige keer dat we nog gespeeld hebben, verschillende keren dit gebruikt. Mm. Nou, alles gewoon perfect, hè, een keer, hè, automatisch. Ja, ik weet ook niet wat het is, maar soms... Je hebt van die vlagen en van die dagen. Nou, dan gaat er weer één terug naar de bomen, want hier hebben we er geen... Voor de shuffle hebben we er geen plek voor twee. Oké. Kijk, nou gaat hij wel goed beginnen. Jawel. Ja, alleen anders achter tevoren, maar ja, dat is niet zo erg. Nee. Ja, dan had je hem tegen de klok in moeten zetten. Ja, ja. Oh ja. Nou, dan heb je altijd wel iets. Het goed. Ja, ik wil bezig blijven. Ja, oké, het zal wel. Hoppa. Ja, hoor. Nou. En dan moet je even wachten dat hij echt zijn hele ronde compleet klaar hebt. En dan pas kun je zijn aanzetten. Anders heb je kans dat ze tegen elkaar aanrijden. Ja, oké. Alhoewel, ik heb het op mijn veld gehad, houden ze rekening met elkaar. Dat is wel leuk, ja. Dan remde de ene af en de andere ging dan eerst en dan de volgende. Zo op volgorde ging het dan door. Ja. Het werkt wel, hoor. Mooi. Ja. Dat dacht ik. Ik denk dat we maar chips moeten zaaien. Hoe dan? Chips moeten zaaien? Oh, dat kan natuurlijk niet. Aardappelen zaaien, bedoel je? Poten. Kipfilet. Ah, nee, poten. Kipfilet, ja, die kun je ook doen. Even een stalletje bouwen. Daar hadden we ook nog problemen mee de vorige keer. Oh ja. Je hebt een slagerij gebouwd. Ja. Maar er wilden geen koeien in. Is het nog een keer? Geen koeien in. Nee. En nog een keer geprobeerd nu je opnieuw opgestart bent? Nee, dat kunnen we zo doen. Ga ik zo doen, denk ik. Of eerst toestemming vragen, of dat mag. Oh, die koeien had jij al in de trailer gedouwd, dus... Oh, dat is waar. Die staan al 3 weken of langer in de trailer te wachten. Die staan te verdrogen. Ook. Niet en normaal. En te veronderen. Het is zonde. Zit bijna geen biefstukje meer aan, joh. Normaal. Ik denk dat we maar gewoon tarwe of zo erop moeten gooien. Tarwegerst. Ja. Of wat keertje geld. Hey, ik heb nog een veld staan met tarwe. Ja, klopt. Maar dat is ook allemaal op. En zoveel staat hier niet op. Oeh. Het is wel grappig. Oh, aardappel hebben we niet meer. Op. Oh, dat kunnen we ook wel een keer doen. Ja, maar dan moet die grote lap weer doen. Dat is leuk. Oh ja, dat is beter. Hier aan de overkant. Ja. We moeten de volgende keer even erg inhouden dat we dus daar... Ja. Wat daar staat er op mais. Als die mais draf zal weer aardappelen erop zetten. Of een ander veld wat al net zo groot is, dat maakt ook niet uit. Ja, dat kan ook. Ja. Kan er daar tijd niet naar twee of naar 5 of zo. Wat hè? Die tarwe? Nee, die tijd. Tijd? Ja, tijd die staat op 1. Iets sneller, ja. Echt? Ja, want het duurt allemaal veel te lang voordat wat klaar is, joh. Ja, dat is waar. Nee joh, maar we staan nu op 2 toch? Nee, 1. Nee, op 1. Ja, maar ik bedoel, we staan wel op 2 dagen maand. Ja, maar dan duurt het nog lang. Want mijn tarwe, die had er al lang een keer afgekund. Dat ligt eraan hoe vaak jij meespeelt, anders is het niet bij te houden. Nee, ja, serieus. Dat ja. Is geen groot of verkeerd zo. Hè? Zo. Volgens mij is hier iets niet goed gegaan.
Er liggen allemaal balen hier, ook. Oh ja. Dat klopt. Waar is dat ook alweer? Ja. Bij de pizzeria of bij de... Ja, klopt. Kan je die nu wel inleveren? Dat weet ik veel. Die balen die wilden er niet in. We konden ze niet meer vastpakken. We konden helemaal niks ermee. Oh, is dat zo? Ja. Dus we hopen dat ze nu wel gewoon... Nou, ik heb ze zo aan de pelletvork. En dan kan je ze ook verkopen. Ik ga eens kijken. Waar moeten ze naartoe dan? Daar ze bij liggen. Daar, waar ze, waar, ze liggen op de trigger ongeveer. Nee, ze liggen helemaal apart. Oh. Ja, waar ben jij? Even kijken. Waar is Bloemie? Daar is Bloemie. Even zien. Ja, daar is dat toch. Ja, biogasfabriek. Maar dan liggen ze niet op de trigger. Hier moeten ze dus liggen. Zouden ze liggen eigenlijk? Het zijn er maar vier. Oh, dan is de rest wel verkocht. Maar. Oh. Biogas, ja, maar wel. Hier zo, zie je het? Waar ik zit. Kan je op mijn camera kijken of niet? Ja, ik zit bij de verkeerde. Ik zit echt bij de biogas. Ja, je moet de biomassa hebben. Een stukje de vier fabrieken verder vanaf daar. Oeh, kreeg je een ijsje. Daar liggen waarschijnlijk lekker. Daar liggen waarschijnlijk nog meer balen. Ah, oh, oké. Ja, eentje verder. Ja, hier rechtsaf. Monteindeling of zo, daar is. Daar ligt niks meer op de triggers. Nou, dan heb je die gepakt. Dus dat is mooi. Dan zal hij deze ook pakken. Dan zijn we van die troep af. Thank you.